Goedemorgen, het is vandaag woensdag 14 juni en ik heb vandaag mijn examenuitslag. Ik heb HAVO-examens gedaan en vandaag worden we gebeld, 14 juni, of we geslaagd of gezakt zijn of of ik een herkansing heb. En let niet op mijn stem ten eerste, ik ben zo verkouden, het is echt niet normaal. En ik heb vanochtend gewerkt. Dus ik heb me nu even omgekleed. Ik heb een nieuw shirt aan die ik gisteren heb gekocht. Moet je even de vlog van gisteren kijken. Of deze vlog is al eerder. Weet niet. Ik zal hem in ieder geval linken als hij online staat. En ja. Ik ga er 95% van uit dat ik een herkansing heb voor Engels. Tenzij er opeens een wonder is gebeurd of iets is toch goed gerekend of weet ik veel wat, dan zouden we het echt op 1,1% nog kunnen. Maar ik ga toch gewoon vandaag vloggen voor jullie. Ook al weet ik gewoon dat ik heel hard ga huilen omdat ik ben gezakt. Maar alsnog hoort er ook bij. Voor de rest ging alles wel heel goed. Zaterdag om. Ja, ik bedoel vandaag om 2. We worden vandaag om 2 uur gebeld. Nee, tussen 2,5 en 3 worden de gezakt of de herkansers gebeld. Dus waarschijnlijk ik. En daarna worden de mensen die geslaagd zijn gebeld. Nou, ik weet gewoon echt niet wat ik ervan moet zeggen. Wel, de Noorwegen staat erop. En Nederlands is echt heel hoog. Daar ben ik echt super blij mee. Engels is wel 1,4. Maar ik had waarschijnlijk 1,6 nodig. Dus ik heb het waarschijnlijk op 2,10 niet gehaald. Maar ja, ik ga eerst even nu wat eten, want ik heb echt zo erg honger. En dan ga ik gewoon wachten op totdat de telefoon gaat of zo. Echt heel kut. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Ik ben even tosti's aan het maken. Die liggen hier ook voor mijn broodje met ketchup. Dus dat is heel erg lekker. Ik had echt heel erg trek en heel erg dorst. Mam, ik ga wel even de examenuitslag filmen. Wel van mij. En mijn broertje doet dus ook examen. En hij is sowieso wel geslaagd. Dus ja. Dat maakt het nog rotter. Want dan viert hij feest en dan zit ik hier zo. En stel dat ik Engels moet herkansen, dat is maandag al. Maar ja, ik weet ook gewoon niet wat ik moet doen om nog een soort van te kunnen verbeteren. Misschien zet ik deze vlog al eerder online en kunnen jullie nog tips geven. Maar mijn broertje heeft dus ook examens. En denk je dat je bent geslaagd? Uiteraard. Uiteraard is hij geslaagd. Denk je dat je cum laude bent geslaagd? Uiteraard. Uiteraard. Mensen weten niet wat cum laude betekent. Dus moet je even uitleggen. Als je alles nog hoger dan 8 of zo hebt. Maar mijn broertje wil dus volgend jaar HAVO gaan doen. En ik heb nu mijn HAVO-examen. Maar het is wel een beetje zuur als hij wel slaagt en ik niet. Wat wel gaat gebeuren vandaag, maar het maakt niet uit. Oh, ik ben zo verkouden, joh. Zo erg. Ik stress hem gewoon terwijl ik gewoon een soort van weet wat de uitslag is. Nog 20 minuten. Zo, de telefoon ging. Ik schreef mij helemaal de tering. Ging nou de telefoon? Ja. Zal ik hem morgen even bellen? Wie is dit? Oké, nog 2 minuten. En dan kunnen de mensen gebeld worden die worden gezakt. Ik hoop echt dat ik niet word gebeld. Die ouders zijn ik heb er gewoon een man. Hou op, jongens. Ja, maar het is nog 1 minuut. Ik heb het niet meer. Die ouders van Christian. Vanaf 1 minuut worden die gezakten gebeld. Die ouders van Christian zit gewoon weg. Oké, vanaf nu. Vanaf nu kan je gebeld worden. Ik heb ook echt. Mijn achternaam is echt helemaal achteraan in het alfabet. Dus als ik dit half uur word gebeld, dan word ik ook echt helemaal achteraan. We zitten echt helemaal te trillen, joh. Kijk dan. Ik word gebeld. Ik ben gezakt. Hoi. Ja, ik weet het al. Voor Engels. Ik weet het. Ik had het al nagekeken, dus ik wist het al. Ja. Ja, een beetje.
Nou, ik had zelf al mijn cijfer berekend, dus ik wist al eigenlijk dat ik was, dat het gewoon Engels was. Dus nee, dat ga ik niet doen. Nee. Maar... Oké, maar is Imme wel geslaagd? Oké, ja. Ja, dankjewel. Doedoeg. Engels. Verrassing. Nee, Imme wel. Maar ja, maar Imme weet het nog niet, dus ik ga nu Imme bellen. Hey schat, je bent geslaagd, hè? Omdat ik net ben gebeld dat ik ben gezakt. Ja. Engels. Maar ga maar even feest vieren, ja? Doeg! Nou, daar ben ik weer. Na een uur geld hebben we in mijn bed. Nee, oké, dat is niet waar. Maar, ja. Ik voel me inderdaad niet echt heel chill. Omdat ik ben gezakt. Ik heb een herkansje voor Engels echt op 0,1 of zo. Dus, ik wist het gewoon. Ik hoopte dat er nog een wonder gebeurde. Maar, dat is er dus niet. Dus, ik ben definitief gezakt met een herkansing. En nu heb ik maandag Engels en ik heb gewoon geen idee wat ik moet doen. Ik heb een examencursus gevolgd op de universiteit. Ik heb al 2 jaar bijles en ik weet gewoon niet wat ik moet doen. En ik heb wel de rest van mijn cijfers gezien. Ik heb alles 6-7 afgerond. Dus ja, een 1-4 voor Engels. Dus ja, ik weet het echt niet. Dus als je echt nog tips hebt, please help me. Zet in de comments neer. Ik zit nu in de auto met papa. En we gaan nu even naar Imme toe. Dat ik ga even gefeliciteerd zeggen. Het is geslaagd. Maar ja, niet leuk voor mij, maar wel leuk voor Imme. Dus daar gaan we nu naartoe rijden. Ja. Imme is geslaagd. Ja. Yeah! Oh, ik wil het niet. Kijk, hier hangt de vlag. Met haar tas eraan. Is een hele oude tas. Met mijn tasje. En ik ben niet geslaagd. Wil je je cijfers nog opnoemen? Komt wel goed. Denk ik alles een 6. 1-4, ik heb 1-4 en 2-7's, ik weet het niet, maar maakt niet uit. Ik ben nu bij Lies en Lies is geslaagd. Kijk, hier hangt de vlag. Ik ga hem ook even laten zien. Ik heb ook echt die tas buiten gehangen. Dat is echt zonde, straks gaat het regenen. Maar ja. Ah, dat vind ik echt lief. Ik vind het echt heel kut. Ik ben dan de eerste keer denk ik yes. En dan... Oké, mijn vader heeft me dus net opgehaald en ik ben nu weer thuis. En ik ga bij deze de vlog afsluiten, want ik ga vanavond voor Engels leren. Love my life, echt waar. Nee, het is echt heel kut, jongens. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Ik ga dus deze vlog even snel online zetten. En dan weten jullie dat. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En abonneer even op mij hier beneden op de rode knop. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!